U vindt de schriftlezing voor deze middag in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, derde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 24. Romeinen 3, de versen 9 tot en met 24. En wij vinden daar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Gemeente, met de hulp van de Heere willen we u deze middag het woord van God bedienen naar aanleiding van wat we vinden in zondag 44 van onze Heidelberger Catechismus. En die wil ik nu met u gaan lezen. Zondag 44. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch al zo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Waarom laat ons dan God al zo scherp de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerst, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat we zonder ophouden ons benaarstigen, dat betekent alles op alles zetten, ons helemaal inzetten, en God bidden
om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Wij zetten boven de preek eenvoudig Gods wet. Daar komt iedereen. Binnenkort staan wij voor Gods rechterstoel. Duurt niet lang meer. U zegt, ik ben 18. Duurt wel lang. Nee, lieve jongen, duurt niet lang. We vliegen door de tijd naar de eeuwigheid. En dat besef moet door Gods geest in je hart komen. Want dat is de waarheid. Dat is de werkelijkheid. En door onze zondeval leven wij daar van nature niet uit. Kortzichtig zijn we. We zijn niet eeuwigheidsmensen. Of bent u het al wel? Ik was 17 jaar gemeente. Toen keek ik met jaloersheid naar de koeien in de wei. Want ik voelde, ik heb een ziel voor de eeuwigheid. En wat is dat poosje hier? Eeuwigheid. Eeuwig wel. Eeuwig wee. En dan, als dit korte leven aan het einde is, staan wij voor de rechter. En dat oordeel is voor iedereen gelijk. Gods wet. Heel ons leven, hoeft ons niks wijs te maken, wordt helemaal getoetst aan Gods wet. En elke overtreding zal rechtvaardige vergelding ontvangen. Elke zonde is brandstof voor onze hel. Als ik nu amen zou zeggen. Het is waar, denk erom. Maar er is meer. Maar daar kom ik straks op terug. Goed? Gods wet. Want ik heb wel eens de neiging om bij het thema en de punten gelijk al te gaan prediken. Maar ik moet nog even wachten. Gods wet. De eis. De minste lust of gedachte tegen enig gebod van God mag nooit meer in ons hart komen. Het gaat niet nu over onze woorden, over onze daden. Het gaat vanmiddag over ons hart, onze gedachten, onze verlangens, onze gevoelens. Wie wij van binnen zijn. Het grootste deel van een mens zit van binnen. Net als een ijsberg. Je ziet een punt. Het grootste deel is onder water. Het schip vaart er tegenaan. Ziet het niet. God ziet het wel. Elke gedachte. Elke begeerte. Staat nooit stil. Zelfs onze dromen. Nooit de minste lust of gedachte. Tegen enig gebod van God. Goed. Dat is de eis. In de tweede plaats het houden van die wet. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, de rest hoeven niet over te praten, die zitten daar heel niet over in. Die zullen wel zien. Dat valt wel mee, of ze geloven op hun manier. Maar dat is natuurlijk bedrog. Het gaat dan in de tweede gedachte over degenen die tot God bekeerd zijn, echt. Niet half bekeerd, niet schijnbekeerd, maar echt bekeerd. De duivel bekeert ook veel mensen. Hij heeft de grootste schrik als je denkt dat je bekeerd bent, terwijl het niet zo is. Maar het gaat over degenen die tot God bekeerd zijn. En dan staat hier, dat kunnen ze niet. Zelfs de allerheiligste hebben maar een klein beginsel. En dan de prediking van Gods wet.
Want er zijn ook wel groepen en kerken die zeggen, over de wet praten wij niet meer. Wij hebben vergeving, Jezus heeft voor ons de wet vervuld. Met die wet hebben wij niks meer te maken, we leven vrij en blij en vrolijk. Arme, verblinde zielen. Ze snappen er helemaal 0,0 van. Bedrogen. Waarom laat God ons dan zijn wet al zo scherp preken? Scherp. Daarom lezen wij elke zondag, vast onderdeel van onze liturgie, de heilige wet van God. Scherp. Dat heeft een reden. Daar gaan we zo op in, gemeente. Dus, Gods wet, de eis van de wet, het houden van de wet en de prediking van de wet. Daar gaan we in, gemeente. Zijn jullie in gedachten wel eens in het paradijs? Of vindt u dat een vreemde vraag? Dan zou ik u toch dat heel erg willen aanraden. Om u eens proberen voor te stellen, hoe heeft God mij in het paradijs, in Adam, geschapen? Daar komen wij vandaan. We komen niet uit de hel. We komen uit het paradijs. Adam, we gaan even in gedachten nu naar het paradijs. En we vragen Adam, waar denk jij aan nu? En we zien een gezicht, onuitsprekelijk mooi. En een glans en een straling. Dan zegt hij, ik denk aan God. Alleen maar aan God? Heb je dan niets anders te doen? De aarde bebouwen? De dieren een naam geven? Ja, zegt hij. Maar dat doe ik alleen voor God. Doe jij dan alles voor God? Denk je dan altijd alleen maar aan God, aan zijn eer? Denk jij dan nooit aan jezelf? Nee, zegt hij. Alles wat ik denk, alles wat ik wil, is alleen voor God. En Eva, jij helpt je man, want zo ben jij geschapen, niet als een bazin, maar als een hulp tegenover je man. Denk jij vaak aan je man? Nee, zegt ze, ik denk alleen aan God. Ik heb dezelfde gedachten en dezelfde liefde als mijn man. Wij zijn alleen maar middelen om God groot te maken en te verheerlijken. En daarin zijn wij zo volmaakt gelukkig. Alles voor God. Alleen denken aan God, willen voor God, voelen voor God. En daarin als mensen één. Eén hart, één ziel. Die twee zullen tot één vlees zijn. Niet meer twee, maar één. En nu, ik weet wel, gemeente, vergeef het mij maar, dat het niet kan
En toch neem ik u nu even in gedachten mee naar de hemel. Bent u wel eens met uw gedachten in de hemel? De plaats waar jullie toch, hoop ik, naartoe willen. En als het goed met je is, eeuwig zal wonen. Verschillende van u hebben familieleden in de hemel. Zij hebben getuigenis gegeven van de hoop die in hen was. En toen hun tijd gekomen was, het einde van hun pelgrimstocht, hier niet thuis, nooit meer. Onze wandel, ons thuis. Is in de hemelen. Ik ben een vreemdeling op de aarde. En als u eens met je vader of je man zou kunnen spreken. Ik weet dat niet kan. En toch als u eens met hem of haar of je moeder of je vrouw zou kunnen spreken. En je zou vragen, zeg Jan, aan wie denk jij altijd? Dan zou hij zeggen, aan God. Aan mijn vader. Aan mijn bruidegom, aan mijn trooster, die heel mijn wezen eeuwig vervult. Ik heb nooit meer een andere gedachte en nooit meer een andere begeerte. God alleen, God alleen, u alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. En wat leert de Heer Jezus ons bidden? Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Alzo ook in mijn hart en leven. Een hemel op aarde kan. Heb u dat nooit gehad? Er zijn toch oases. Rustplaatsen in de woestijntocht. Elims, waar je mag uitrusten en waar je mag genieten van God en van het land waar je heen reist. De voorsmaken. Dezezelfde catechismus leert ons dat wij de voorsmaken van het eeuwige leven hier al in ons hart gevoelen. En als je dan aan ons vraagt, waar zijn jouw gedachten, verlangens nu helemaal vol van? Dan zeg je van God. Kan je nu even aan niets en niemand anders denken? Nee, ik heb aan hem genoeg. En weet één ding zeker. Ik heb nooit van hem genoeg. Tussen het paradijs en de hemel is de aarde. En daar leven wij. Mensen van de aarde. Mensen die te maken hebben met Gods wet. Als uw vader aan je jochie van 10 jaar vraagt, zeg Kareltje, heb jij vandaag nog wel eens aan God gedacht? Ik hoop dat het anders is. Als Kareltje een kind van God is, is het anders. Als hij dat niet is, dan zegt hij, nee pa, om eerlijk te zijn, heb ik niet aan God gedacht. Ja, even met bidden. Verder niet. Wat vind jij leuker, Kareltje? Bidden of spelen? Ja, spelen, pa. Dat is toch normaal? Ik ben toch een kind? Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Ja, de ijsgemeente.
Moet ik dan altijd aan God denken? Moet ik dan alles alleen voor God doen? Mag ik dan niets eens voor mezelf hebben? Mag ik dan geen plezier hebben dan alleen maar in God? Ja, wat is plezier buiten God? Vijandschap tegen God? Ja, maar zo zie ik dat niet. Zo voel ik dat niet. Ik deel mijn leven een beetje God wat, zondags. De dag ook, in de week, bidden, lezen. En verder? Ja, wat verder? De eis is dit. Dat de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God nooit meer in mijn hart kom. Onderzoekt u uw hart wel eens? Aan het eind van de dag? We zeggen dan zo heel makkelijk: Heere, vergeef al mijn zonden. Maar beseffen wij dan wel wat we allemaal gedaan hebben? Alleen in gedachten. Alleen in verlangens. We hebben niets kwaads gedaan. We hebben niet gelogen. We hebben niet gestolen. We hebben niemand vermoord. En toch, hier van binnen, nadat we naar de duivel hebben geluisterd, jij zult als God wezen. Doe maar gerust wat je zelf wil. Eet van die boom. En dan ben jij als God. Heel ons denken, heel ons willen, staan wij in het middelpunt. Zijn wij overtreders? Continu. Zonde is continu. Staat nooit stil. Altijd zondigen. Het mag niet. En te allen tijden slapen, waken, werken, ontspanning, noem maar op. Te allen tijden aller zonde vijand zijn. Heere, ik haat elke zonde. En lust, verlangen, liefde hebben tot alle gerechtigheid. Alles wat in overeenstemming is met Gods wil. En alles wat volmaakt gericht is op zijn eer. Dat is de eis. Ja, gemeente, zolang wij geestelijk dood zijn, zitten we daar niet over in. We redden ons. Ja, we zijn toch allemaal zondaren. Ja, en ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, dus ik hoef nergens over in te zitten. Maar die wet is niet in het hart geschreven. Want dat hoeft niet. Wie zegt dat? De duivel. Die houdt van gelovige mensen. Die denken dat ze naar de hemel gaan en nog lang niet volmaakt zijn, maar dat is nou eenmaal zo. En dan straks voor de eis komen. Voor de eis. Heel je leven één puinhoop. Één ruïne, één mislukking. Geen seconde dat je niet zondigde. Altijd maar zondigen. Heppa. Dit is toch niet om aan te horen. Ik begrijp het als u het zegt. Het is wel de waarheid. En wie voelt het? Wie gelooft het? Wat is nu een zondaar? Dat is een mens die alleen maar zonde is, zonde denkt, zonde wil en zonde doet. En nooit iets anders. Maar dat ben ik niet, zegt iemand. Ik wil ook wel het goede. Ik ben niet zo slecht, dominee, als u nou zegt. Ik hou van mijn man, ik hou van mijn vrouw, ik hou van de kinderen, ik zorg voor ze. En ja, niemand is volmaakt, dat weet ik wel.
Maar zo'n zwart portret? Nee, daarin herken ik mijzelf niet. Jammer. Eeuwig jammer. Als u niet verandert. Want wij krijgen een spiegel voor. De wet van God is een spiegel. En als je oogjes opengaan en je geestelijk levend wordt, en je kijkt in die spiegel, dan ben je verloren. Verloren. Is het hopeloos. Dan kan het nooit meer. Dan moet je wel verloren gaan. Rechtvaardig. Zo'n afschuwelijk zondaar. Wat zeg je daar, Paulus? Hoor ik dat goed? Ben jij de ergste van alle zondaren? Weet jij niemand op de wereld die erger is dan jij? Ik weet het niet, zegt hij. Ik ben nooit iemand tegengekomen die erger was dan ik. Overdrijf je nou niet een beetje? Je doet zo je best voor Gods koninkrijk. Je reist stad en land af. En je hebt al zoveel mensen tot bekering mogen brengen. Die zonde, die zonde, die zonde. God laat zich niet voor de gek houden. God eist volmaaktheid, altijd, overal. Want hij is volmaakt. Hij is volkomen zuiver. En zo heeft hij ons gemaakt. En zo zal hij ons herscheppen. Nieuwe geboorte. Nieuwe geboorte. Die oude mens, opknappen. Ik ben zo slecht niet. In Waarder, waar ik heb mogen dienen, kwam een vrouw naar de kerk. Ik zal het hele verhaal niet vertellen. Die nooit kwam. En ze belde me een keer op. Ze was weduwe geworden. Ik had haar man begraven. Het waren rand onkerkelijke mensen. Ze zegt, dominee, heb u vanmiddag even tijd? Ik wil u zo graag iets vertellen. En toen vertelde ze me dit. Ik ben weer naar de kerk gekomen. En elke zondag dacht ik, ik ga nooit meer. Die man die breekt je helemaal af. Zo slecht ben ik niet. Ze zegt, en ik weet zelf niet hoe, als het dan weer zondag was, moest ik toch weer gaan. Ze zegt maar, totdat God mijn ogen heeft geopend. En toen dacht ik steeds, dominee, het is veel erger. Het is veel erger dan u zegt. U moest eens weten. U moest eens weten. Maar toen mocht ze ook iets anders zeggen. Vannacht heeft de Heer al mijn zonden vergeven. En daar getuigde ze van. Dat ze nu zonder zonde was, volmaakt in Christus. Ik zie geen zonde in mijn Jacob. Ik zie geen ongerechtigheid in mijn Israël. Want hoe komt u nou van uw zonde af? En u wordt u nou helemaal volmaakt in Gods oog? Heel simpel. Alleen door het geloof te geloven in de Heer Jezus. Hij heeft nooit zonde gekend, nog gedaan. Hij is die tweede Adam. Er is nooit zo'n lief mens op de wereld geweest. Zo mooi, zo gaaf. Niet uitwendig, maar inwendig. Zo volkomen op Gods eer gericht. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. Jezus. En toen is hij naar de hel gegaan. Omdat hij gehoorzaam was. Omdat Vader had gezegd. Ik wil een schare die niemand tellen kan. Uit alle volken, natie en tongen. Straks om mij heen hebben. In de hemel.
En die zullen mijn lof gaan vertellen. En nooit iets anders. Maar hun schuld, hun zonde, die moet jij gaan dragen. En toen heeft hij gezegd, Vader, ik wil. Ik wil. Want ik ben één met u. En ik heb ze net zo lief als u. En toen is hij naar de hel gegaan. En toen heeft hij alle zonden volkomen verzoend en weggenomen. En heeft nog meer gedaan. Hij heeft ook zijn Heilige Geest uitgestort. En die komt nu in uw hart. Ja, dat merk je. De wereld vergaat ergens voor je. Wie overtuigt je van zonde? Heer, ik ben alleen maar zonde. Maar die brengt je tot Christus. En doet je geloven. De Heer Jezus heeft ook mijn zonde weggenomen. Het Lam van God. Moet ik denken ineens aan dat meisje van een jaar of 9 in mijn Amerikaanse gemeente. Ze ging 's nachts vaak uit bed naar haar ouders. Papa, mama, huilde ze. Mijn zonde, als ik zo toch eens sterven moet. En papa en mama kon daar ook niet helpen. Probeerde met haar te bidden. En toen heb ik daar een keer een prediking mogen houden over. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En toen kwam ze na de dienst bij haar vader. En het gezichtje had gestraald. En zei, papa, ik ben zo gelukkig. Het Lam heeft ook mijn zonde weggenomen. Ik heb geen zonde meer. Dat doet hij nog. Mag komen. Het evangelie is een uitgestoken hand naar zondaren. Niemand is te slecht. Niemand is te jong. Niemand is te oud. Welkom bij Jezus, zondaar. Hij neemt je zonde weg, maar dat moet wel echt gebeuren. Dat is niet iets wat je maar veronderstelt. Dat is niet iets wat je dan zomaar denkt. Ja, het zal dan bij mij ook wel zo zijn. Nee, dat is iets wat gebeurt. Je last valt weg. De vrede komt in je hart. En je staat voor God. Alsof je nooit zonde had gekend of gedaan. Eén met God. Eén groot verlangen om voor hem ook te leven. Hier een vreemdeling. Want wie bekommert zich hier in uw omgeving, om de eer van God? Wie zit daarover in? Waar is heel de wereld waar we in leven mee bezig? Met auto's, met bedrijven, met politiek, met sport. Maar wie bekommert zich om de eer van God? Jij? Dat zijn de kinderen van God. Opnieuw geboren, uit God geboren, één met Christus, ik in hen, gij in mij, opdat ze één zijn in ons. En daarom gehaat en gesmaad, niet begrepen in deze wereld. Nu, dat is iets over de eis van Gods wet. Die eist volmaaktheid. En dan dus de volgende vraag, het houden van de wet. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Kijk, dat is nu het verschil. Als u waarachtig tot God bekeerd bent, dan hebt u toch een hartelijke lust en liefde. Dan is het geen dwang, dan is het geen angst, maar dan voelt u er iets van dat God het zo waardig is om bemind en bedoeld en gehoorzaam te worden. Dan gaat u Psalm 119 innerlijk ook begrijpen, want dat is één groot verlangen, één groot gebed om Gods wet te mogen doen, te mogen kennen, te mogen begrijpen, te mogen verstaan, om daarin te leven. Want dat is de uitdrukking van Gods wil, dat is de uitdrukking van God zelf. God liefhebben boven alles. En je naaste, als jezelf. Maar kan je dat? Ook als je tot God bekeerd bent. Als je niet oprecht tot God bekeerd bent, ach, dan zit je daar niet zo over in.
Dan zeg je al gauw, niemand is volmaakt, ik probeer het, ik doe mijn best. En dan hopen we het maar. Nee. Als je tot God bekeerd bent, dan jaag je naar het volmaakte. Daar hunker je naar. Daar verlang je naar. Dan heb je elke dag ook die droefheid. Die dat juichende christendom niet kent. Dat je er nog zo weinig van terecht brengt. Want wat zegt nu het antwoord? Nee. Maar ook de allerheiligsten. Ja, wie zijn dat? Durft u zich met Mozes te vergelijken? Ik niet. Hij was een moordenaar. Ik keek. Als er niemand iets ziet, bang. Durft u zich met David te vergelijken? Of staat u erboven? Hij was de man naar Gods hart. Aan wie we het grootste deel van ons psalmboek mogen danken als middel. Durft u zich met Paulus te vergelijken? Hoor, die man is kermen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Als ik het goede wil doen, is het kwade nabij. En het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, doe ik. Ik ellendig mens. Wat zeg jij nou, Paulus? Ja, sommigen in Pinksterkringen en zo houden ze niet van deze taal. En dan zeggen ze, dat heeft Paulus gezegd voor zijn bekering. Maar dat zijn sprookjes. Dat is schriftverdraaiing. Paulus spreekt in Romeinen 7 niet voor zijn bekering, maar na zijn bekering. Want een mens die niet waarachtig tot God bekeerd is, heeft die ellende helemaal niet en die strijd. Die kan geloven, die kan dit, die kan van alles. En die kan bidden en we kunnen dit en we hebben dat. Rijk en verrijkt, zegt de Heer Jezus, geen ding gebrek. En je weet niet dat je bent jammerlijk, arm, blind en naakt. Ik zal mij doen overhouden een ellendig en een arm volk. En dat zal op de naam des Heren vertrouwen. Dat zegt de profeet Zefanja. Laten we het daarbij houden, gemeente. Ook de allerheiligste, zolang ze in dit leven zijn. Kijk, daar ligt de troost. Zolang ze in dit leven zijn. Want nu vragen we het eens aan Paulus. Als hij nog niet in de hemel is. Hij is er nu wel natuurlijk. Maar toen hij op aarde was. We gaan eens even in Korinthe op bezoek. Paulus, hoe is dat nou met jou? Aan de ene kant goed. In Christus volmaakt. Aan de andere kant slecht. Want ik heb het nog niet gegrepen. Ik ben gegrepen, dat weet ik. Dat is het mooie. Daar kan niemand mee afpakken. Maar ik heb het nog niet gegrepen. Waar grijp jij dan naar? Waar jaag je dan naar? Filippenzen 3. Ik jaag naar het volmaakte. Altijd alleen maar. God drie enig. Beminnen en bedoelen. Altijd overal in alles. Ja, dat bereik ik niet in dit leven. Maar dat staat hier dus. Zolang ze in dit leven zijn. Maar het nieuwe leven wenkt. Het is hier nog maar een ogenblik. En Paulus heeft zijn hoofd op het blok gelegd. En toen is zijn hoofd eraf gehakt. En toen heeft hij zijn wens verkregen. Heeft zijn leven voor de Heere over mogen krijgen. Nog maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. We zien ook aan Gods kinderen, Bijbel is eerlijk, hè, zoveel dingen die bedroeven. Ik noemde net David, ik zou door kunnen gaan. Petrus, ben jij nou aan het vloeken? Vloeken. En je zalig maken verloochenen. Had je nooit gedacht, hè? Nee, had ik nooit gedacht. Het is gebeurd. David, wat ga jij doen? Ja, ik ga het volk tellen. Ik wil ook wel eens weten hoe machtig ik nu ben. En Joab, een onbekeerde man, die zei, koning, doe dat toch niet. Dat is toch dwaasheid. Wie is hier koning? Jij of ik? Ja, u. Nou, ga dan. David. Hè, stond dat maar niet in de Bijbel. Hè? Het staat er wel. Ik ellendig.
mens. Maar staat nog meer, hè? Wat staat er ook altijd dan, gemeente? Tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Dan hoor ik diezelfde David kermen. Kermen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Daar gaat hij. Een vreemdeling op de aarde. David, waar zit jij nu zo over in? Maar ja, God is toch barmhartig. Ja, dat is hij. Maar mijn zonde, mijn zonde. Snapt u het? Als u het niet snapt, vraag het dan aan God. Hij wil het u nog leren. Op de leerschool van de Heilige Geest wordt het wonder allemaal groter. En toch een ernstig voornemen. Om niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God te leven. Ja, de huichelaargemeente, die houdt ook wel van geboden, de duivel ook wel. Hij kiest er een paar uit. Maar hij vergeet de rest. En wat hij vooral vergeet is dit. Het gebod der liefde. Kijk, liefde, daarvoor moet je niet bij de duivel wezen. Daarvoor moet je bij Christus wezen. Met heel je hart God lief hebben en je naaste gaan zien met de ogen van Christus. Kijk, dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Maar de duivel, die is wettisch genoeg. Je mag dit niet, je mag dat niet, en de zondag moet je houden, en je denkt erom. En hij houdt je zoet met kleinigheden. En de grote zonde, dat wil hij niet. Dat je daarmee bezig bent. De echte zonde. Misschien kent u het voorbeeld van Luther. Dat Luther die zat, die wet, hè, die knelde hem zo. Hè. En hij ging maar biechten, biechten, biechten. In de hoop dat hij zo van die zondelast bevrijd zou worden. Hè. Als hij dan alles had gezegd bij zijn biechtvader van Staupitz. Maar hij was nooit opgelucht. Want zo raak je zonde niet kwijt. Die raak je alleen bij God kwijt. Die raak je alleen aan Christus kwijt. En daarvan geeft de Heilige Geest getuigenis in je hart, vrede en blijdschap. Zo wel. Maar dat had hij toen niet. En hij had weer allerlei zonden bedacht en gebiecht. En weet je wat Van Staupitz zei? Maarten, hou eens op met die onzin. Je hebt allemaal poppenzonden. God wil echte zonden. God wil moord. God wil overspel. Zeg eens echt wat er is. Het is allemaal onzin, die poppenzonde. Wil God moord, overspel, u begrijpt wel in gemeente. Maar dat wil God niet, maar dat zit in ons. Hè? Dat zijn we. Dat zijn we. En dat moeten we zien. En dat gaan we belijden. Romeinen 3, vanmiddag gelezen. Uw keel, mijn keel, geopend graf. Slangenvenijn is onder onze lippen. De weg van de vrede hebben we niet gekend. Kijk, dat zijn zonden. En de Zoon des Mens is gekomen om de zondaren zalig te maken. En hou nou eens op met jezelf op te knappen. En probeer jezelf schoon te krijgen. Lieve kinderen, weten jullie wat het verschil is? Tussen een vark en een schaap. Een varken valt in de modder, vindt het heerlijk. Wil erin blijven. Wentelt zich in de modder. Want het is een varken. En een schaap valt in de modder. En het wil eruit. En het wil schoon. Wat ben je nu? Een varken? Of een schaap? Waarom de prediking, gauw gemeente? Laat ons dan God alzo de 10 geboden prediken. Eerst, daar heb ik u eigenlijk al iets van gezegd. Opdat we onze zondige aard, hoe langer hoe meer, zouden kennen. Wij weten nog maar heel weinig van onszelf. Zelfkennis. En waar dat ontbreekt, kan de hoogmoed welig tieren en groeien. Ik ben heiliger dan gij. Ik ben zo slecht niet als die moeders waar we vanmorgen over hoorden. Die hun eigen kinderen gingen opeten, gek van de honger. Zo ben ik niet.
Dat maakt de duivel ons graag wijs. Je bent een keurig mens, je bent een net mens. Tuurlijk, je bent een zondaar. Maar zo slecht ben je niet. En het zoeklicht van Gods geest. Gaat maar door, gaat maar door. Schuilhoeken. Dat ontdekt. Ik heb eens met een oud kind van God gesproken. En weet je wat hij huilend tegen me zei? Hij zei, jongen, er huilen soms wolven in het bos. Van zijn hart bedoelde die. Waarvan ik het bestaan nooit had vermoed. Hij bedoelde, er komen zonden tevoorschijn. Waarvan ik nooit had gedacht dat die in mij zouden leven. Hoe langer hoe meer. En gemeente, naar die mate wordt het wonder hoe langer hoe groter. Dat God naar zo één omziet. Want God laat het niet van ons afhangen, ook niet van onze zonden. De zaligheid hangt helemaal af van hem, van zijn eeuwig welbehagen. Van zijn eeuwige barmhartigheid en oneindige liefde. En van die volkomen offer, van dat volkomen offer van de Heer Jezus, waarin al de zonden volkomen verzoend zijn. Ik zie geen zonde in mijn Jacob. Ik zie geen ongerechtigheid in mijn Israël. Dus dat is er onlosmakelijk aan verbonden om des te begeeriger te zijn. De gerechtigheid, de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Altijd maar weer naar de Heer Jezus toe. Want blijft hier een strijd tot de laatste snik. En de duivel houdt niet op ons aan te vechten. John Knox lag op zijn sterfbed, de grote reformator van Schotland. En weet u wat er met hem gebeurde? Had het benauwd. De duivel vocht hem vreselijk aan. En de duivel die zei, John Knox, je bent een grote huichelaar. Als de mensen eens wisten wat er allemaal in jouw hart leeft en wat je soms denkt en wat je ook gedaan hebt. En wat niemand weet dan God alleen. Je bent een grote huichelaar. Je moet echt niet denken dat jij naar de hemel gaat. En John Knox had geen weerwoord. Hij zei, ik ben ook een grote huichelaar en ik ben ook een grote zondaar. Maar duivel, het maakt niet meer uit wat ik ben. Ik geloof in Christus en in hem ben ik volmaakt. Ga weg! En hij vloog weg. Maar hij kwam terug. En toen zei hij John Knox, jij bent een bijzondere man geweest. Jij hebt heel Schotland gereformeerd. Al die Romeinse dwalingen heb je eruit kunnen krijgen. Er is niemand zo ijverig voor God geweest als jij. Als jij niet in de hemel komt, dan komt er niemand. En toen kreeg hij het nog veel benauwder. En toen zei hij, duivel, ga weg! Al mijn goede en kwade werken gooi ik op één hoop. Ik vlucht tot mijn zaligmaker, zijn werk, zijn gerechtigheid. Daarmee alleen kan ik voor God bestaan, als hemel en aarde zullen vergaan. En hij vloog weg. En John Knox kon heen gaan, in vrede, rustend, alleen, 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 op het volkomen offer van de Heer Jezus. Jezus, u verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Als wij alles, alles derven missen, blijft uw liefde ons bij in smart. En toch gebeurt het, gemeente, dwars door de strijd heen, door de aanvechting heen, door de verdrukkingen heen, is de Heere zijn beeld in ons aan het herstellen. Als je nou een kind van God hebt, pas bekeerd, zeg maar 20 jaar oud. En je ontmoet datzelfde kind van God, 80 jaar oud. 60 jaar op de leerschool van Gods geest, in de omgang met God, is er dan verschil? Veel verschil. Merkt u zelf verschil? Ook wel. Maar niet zo dat hij er iets mee worden kan. Hij moet groeien, wassen. Ik moet minder worden. Maar anderen merken het verschil wel. Dit kind gaat meer en meer lijken op zijn hemelse vader. Het wordt meer en meer een kleine Christus. Zachtmoedig, ootmoedig, liefdevol, verlangend om anderen te redden. Ik ben gered
om te redden. En dat heimwee bewust in het gebed, bidden om de genade van de Heilige Geest, om hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God veranderd, vernieuwd te worden. Een kind moet toch op zijn vader lijken? De Heer Jezus zei tot die Farizeeërs, dat waren zulke vrome mensen, zo wettisch nou gezet, gij zijt uit je vader de duivel. Het werden ze woest. Wij zijn kinderen van Abraham. Maar een kind van God, uit God geboren, lijkt op zijn hemelse vader. En heeft ook heel bewust elke dag dat biddend verlangen. Heere, mag ik op u lijken? Mag ik uw voetstappen drukken? En wilt u mij toebereiden om straks eeuwig en volmaakt God te verheerlijken? Kent u het? Het heimwee. Om verlost uit een lichaam van zonde en dood, volmaakt zijn aangezicht te zien. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen. Verzadigd, eeuwig genoeg, eeuwig vol met uw goddelijk beeld. Dat is de toekomst voor alle arme zondaren die hun heil alleen zoeken en vinden in Christus. Halleluja. Amen. Psalm 19, vers 4.